Dan bij ons in de studio, meneer advocaat. U bent hier vanavond namens de politie Zeeland, West-Brabant. Waar heeft u ons vanavond bij nodig? Ja, in Breda en omgeving is een criminele bende actief die in wisselende samenstelling zeer ernstige misdrijven pleegt. Al kijken we naar de afgelopen maanden, dan gaat het bijvoorbeeld al om een carjacking bij een 74-jarige slachtoffer, maar ook om een overval op een supermarkt, waarbij ook klanten van dichtbij een wapen op zich gericht kregen. Nou, uiteraard van getuigen horen we ook dat het vermoedelijk om jonge mensen gaat, jonge daders. Dus het gaat waarschijnlijk om een jeugdbende die steeds extremer geweld gebruikt. We merken ook dat er behoorlijk wat onrust is in Breda. Mensen zijn bang om zelf slachtoffer te worden, maar ook om iets te melden over die groep. En dat willen we vanavond doorbreken. Ja, en hoe intimiderend, agressief en brutaal die jeugdbende is, dat ziet u nu met eigen ogen bij die carjacking. Terug naar zaterdag 15 juli. Een oproep aan oudere mensen dat het fijn is als ze wat langer doorwerken heeft deze meneer niet nodig. Hij is 74 en is iets na 5 uur 's ochtends kranten aan het bezorgen bij een dan nog gesloten tankstation aan de Zwijnsbergenstraat in de Bredase wijk Eipelaar. De man hangt net over de achterbank om een pakket nieuwe kranten te pakken als er 2 jonge mannen naar hem toe komen. Ze hebben allebei een mes. Het gaat de 2 die accentloos Nederlands spreken om zijn Opel Mokka. Hoewel de motor nog draait en de contactsleutel dus in het slot zit, eisen ze de sleutels. Ik heb tegen de mannen gezegd, niks ervan, ik moet mijn kranten wegbrengen. Ik hoorde de mannen nogmaals, sleutels, sleutels, roepen. Wanneer hij terug achter het stuur van de auto probeert te komen, wordt hij in zijn onderarm geraakt. Ondanks de steekwond probeert hij zelfs nog even zijn auto te blokkeren. Het scheelt niet veel of hij was ook nog aangereden. Verbijsterd blijft de man achter. Ontzettend grof dit, wat we hier zien. En meneer kon niet eens de politie waarschuwen, begreep ik. Hij kon ons niet bellen inderdaad, want zijn telefoon en portemonnee lagen nog in die auto. Die hebben die daders ook gehouden. Zijn auto heeft hij inmiddels wel weer terug, want die werd 11 dagen later op 26 juli teruggevonden op het parkeerterrein van verzorgingstehuis Belvedere aan de Bavelse Laan opnieuw in Breda. En hoe is het met die steekwond afgelopen? Ja, die was gelukkig oppervlakkig, dus die kon de arts ook goed behandelen. Maar het is uiteraard wel zorgwekkend dat in dit geval ook 2-1 dat het direct wordt gestoken. Uiteraard willen we zoveel mogelijk tips over deze 2 vermoedelijk jonge mannen. Mogelijk herkennen mensen hem wel aan hun kleding of aan hun gedrag. Want het slachtoffer heeft helaas hun gezichten niet kunnen zien omdat dat bedekt was. Daarnaast willen we ook graag weten of dat mensen weten wie er het er in die Opel Mokka heeft gereden in de periode van 15 tot 26 juli. Of wie dat die auto daar heeft weggezet bij het verzorgingstehuis. Ja, beelden van die ongelooflijk brutale carjacking staan nu op onze site. Maar ze hebben dus nog meer op hun geweten. Ja, we onderzoeken nog 3 misdrijven die we toeschrijven aan deze dadengroep. Nou, 1 daarvan is een overval op een toko in de Brusselstraat. Dat is bij winkelcentrum Hoge Vught. In die toko zijn helaas geen bewakingsbeelden. Maar we zien straks toch 1 van die overvallers met een mes naar binnen rennen. Nou, die eigenaar van die toko heeft geprobeerd dat masker af te trekken. Dat is ook deels gelukt. En toen zag hij dat de dader een donker getinte huidskleur had en een smal, lang gezicht had. En hierbij hopen we opnieuw dat mensen misschien toch in combinatie met die bewakingsbeelden een idee hebben wie dat er nou bij die bende horen. Kijk mee. Op woensdag 10 mei komt daar over de parkeerplaats een auto opvallend haastig aan. De Opel Meriva parkeert doldriest op zo'n manier dat je ook weer snel kunt vertrekken. Deze lange, donkergetinte man gaat dus met een mes naar de winkel en pleegt daar de overval. Dat valt voor bijgangers op. Deze man lijkt te willen ingrijpen, maar dan rent de overvaller terug. We zien nu dat grote mes goed. De motor is al die tijd blijven draaien. Ze scheuren weg. Omdat getuigen heel gericht het kenteken onthouden, is snel duidelijk dat de Opel eerder is gestolen in Langeweg, gemeente Moerdijk in Zuid-Holland. Graag tips over de overvaller en de bestuurder van de auto. Die kan niet zo heel goed rijden. De gestolen auto werd niet lang daarna met behoorlijke schade teruggevonden op het bedrijventerrein aan de Kleine Krocht. Is er iemand die iets herkent of vermoedt over deze man? Of weet wie er tussen 30 april en 10 mei in de gestolen Opel reed? Het volgende incident, waar vermoedelijk dezelfde jeugdbende bij betrokken is, speelt zich af aan de Pastoor Doensstraat in het nabij Breda gelegen Bavel. In de vroege ochtend scheurt op maandag 26 juni, iets voor 3 uur 's nachts, via de Brigidastraat een auto die kant op.
Het is een aan de Haagweg in Breda gestolen Volkswagen Touran. Die rijdt vlak daarna zo de pui van een opticien in. Dat overleeft de Touran niet helemaal. Maar vooral de schade voor de ondernemer is enorm. Glasstuk, meubilair verschoven, brillen bij elkaar gegraaid. De bandensporen staan 5 meter de winkel in. Iemand hoort toch jalla jalla roepen voor ze wegrijden. Ook hier heeft de bestuurder niet bijster veel rijtalent. De auto wordt niet lang daarna teruggevonden aan de Woestenbergse weg in Bavel, waar die keihard een paal omver heeft gereden. Ja, van zowel die overval als die ramkraak zoekt u nog dringend getuigen. Ja, getuigen spreken we heel graag. Bij die ramkraak, bij die opticien, zijn er veel merkbrillen meegenomen. Maar ook woonaccessoires, zoals geurstokjes. En dat kan zijn opgevallen in de omgeving van die daders. Nou, verder zijn er bij de opticien vooral dure spullen meegenomen. Dus we denken dat die daders een voorverkenning hebben gedaan. Dat ze daarvoor al in die omgeving of bij die winkel zijn geweest om in te schatten wat er te halen viel. Nou, als dat is opgevallen, dan willen we dat uiteraard ook bijzonder graag weten. Ja, naast die carjacking, toko-overval, brillenramkraak is er nog een misdrijf dat aan deze bende wordt toegeschreven bij een supermarkt. De meest recente overval door de dadergroep is dinsdagavond 12 september aan de Jorisstraat. Daar rennen 2 mannen om 8 uur 's avonds de Lidl binnen. Het is direct helemaal mis. Beide daders hebben een vuurwapen. Dat wordt niet alleen meteen gericht op de cassière. Hier zien we hoe een klant meteen een duw krijgt. We laten de beelden gewoon even doorlopen, zodat u duidelijk ziet hoe de overvaller in het grijze Nike Tech vliespak ook alle klanten zwaar bedreigt. De ander blijft bij de kassa. De man in het grijs schreeuwt dat iedereen naar de grond moet. Binnen een minuut geeft de ander aan dat ze vertrekken. Ze gaan weer zonder buit op hun motorscooter en zonder een onderdeel van één van hun vuurwapens. Deze overvaller heeft vermoedelijk zo hard met zijn wapen lopen slaan bij het bedreigen dat een zogenaamde slede later in de winkel wordt gevonden. Nog diezelfde avond waarschuwt een voorbijganger aan de Wolfslaardreef, ook in Breda, dat daar een vuurwapen ligt. Ook voor niet-kenners meteen duidelijk, niet helemaal compleet. Het sporenonderzoek loopt nog. Met name van deze overvaller is ook nog een stukje gezicht te zien en sowieso zijn vrij lichte huidskleur. Bekenden herkennen misschien ook zijn sneakers en helm. Volgens de cashier leken het tieners. Meneer advocaat, er moeten mensen zijn die iets vermoeden over die bende. Maar u stipte dat net al aan. En mensen vinden het eng om te tippen. Ja, en dat kunnen we ons ook voorstellen. Voor een onderzoek vinden we het altijd heel waardevol als mensen die opsporingstiplijn bellen. Want zo hebben we zelf direct contact met zo'n tipgever. En dat levert vaak hele mooie informatie of sporen op in het onderzoek. We kunnen ons ook voorstellen dat mensen het spannend vinden om te bellen. Nou, daarvoor kunnen ze natuurlijk online ook een tipformulier invullen. En er kan ook anoniem getipt worden via M. Meld Misdaad Anoniem is een organisatie die niet van de politie is. En die geeft enkel de informatie van een tipgever aan ons door. Nou, wat mensen ook kiezen, het is echt belangrijk dat ze tippen. En vooral die inwoners van Breda, want met elkaar kunnen we dit pas stoppen. Hopelijk wordt die bende heel snel opgepakt. Alle beelden, nummers, vragen. Natuurlijk op onze site. En daar staat dus ook dat tipformulier.